De hulp kwam te laat voor de piloten van het vliegtuig. In Arnhem is een zweefvliegtuig in een boom beland bij Terlet. Daarbij is één persoon om het leven gekomen. Een traumahelikopter, ambulances, brandweer en politie rukten uit na het ongeluk. De hulp kwam te laat voor de piloten van het vliegtuig, een 57-jarige vrouw uit Alkmaar. Zij was de enige inzittende van het zweefvliegtuig. Het ongeluk gebeurde rond 2:15, op ongeveer 1,5 kilometer van het zweefvliegveld. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Mogelijk raakte het toestel een rij bomen in de buurt van de Hooiweg. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De dienst luchtvaart van de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaan de oorzaak van de crash onderzoeken.